geen vis, geen vlees, geen schaaldieren, geen schelpdieren, geen boter, geen eieren, geen spek in de ochtend. Moet ik daar nou mee? No sausage, no beef, no chicken, no turkey, no sausage. Ik kan helemaal niks met veganisten. Dus het zijn altijd van die witte mensen. Die zijn ongezond eruit zien. Geitenwolle witte mensen. En we gaan het toch doen, we gaan het toch proeven. Maar dan krijgen we dus de top 3 vegan. Maar wel te nassen. Ik ben benieuwd. Deze mag dus ook niet meer. Ik ga letten op 3 punten. En dat is 1. Is het echt te nassen? 2. Als ik dan toch veganistisch moet eten, word ik er dan ook wel een beetje zen van? En 3. Wat was de 3 ook alweer? En 3. Kunnen hippies het ook betalen? Herbal betekent dat je maximaal tot 42 graden verwarmt. En zo blijven alle voedingsstoffen bewaard. Ik zit te blazen, maar het is ook helemaal niet warm. Dat is lang niet verkeerd. Ja. Complimentjes. Hier zou ik gewoon met een grote boog omheen lopen, want ik ben al een beetje sceptisch als het gaat over veganistisch en rauw eten en zo. Veganist! Nog een vies woord. Daarom vind ik het wel grappig dat ik het nu proef en dat ik het wel lekker vind. Ik vind het wel echt een gezellige winkel. Ik heb meteen zin om mijn schoenen uit te trekken. Ik voel me meteen helemaal zen. It's the vegan raw diet, bitch. Ja, het slaat echt nergens op. Ik kom nooit in dit soort winkels. Echt niet, ik kom nooit in dit soort winkels. Here comes the money. Ik vind het wel een mooie prijs. Daar heb ik er vertrouwen in. Ik krijg een veganistische hamburger. Ik weet niet zo goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Ook geen brood. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dankjewel. Er gaat echt een wereld voor me open. It's the vegan raw diet, bitch. Waar is brood? Ik ga beginnen met een klein happy, want je weet me nooit. Ik weet eigenlijk niet wat ik ervan zeggen moet. Als ik aan veganisten denk, dan denk ik altijd aan van die boomknuffelaars. Ik denk dat het gewoon ooit is dat er is een beeld van gecreëerd. En dan denk ik ook een beetje zweverig en zo. Maar ik vind het niet zweverig hier. Het is een beetje een normale broodjeszaak. Ja, en er staat radio aan en geen vogeltjesmuziek. Precies. Dat is ook al een punt, ja. Here comes the money! Hamburger, €12,95. Dus als die hippies een beetje doorwerken, kunnen ze nog betalen ook. Staat mijn zendertje aan? Eigenlijk wil ik niet meer. Nou, ik denk dit, dankjewel. Alsjeblieft. Het ruikt groen. Nou, ik vind het niet vies. Ik vind het ook niet heel erg lekker. Maar ik vind het ook niet vies. Het is niet zo'n zware yoghurtachtige smoothie of zo. De sfeer is wel goed. Er staat een blij ei hier achter die balie. Oh, kijk, muziekje. Het was een heftige dag met veganistische gerechten. Maar we hebben een winnaar en dat is Jay Amsterdam in de Gerardouwstraat. En nu is het tijd voor genieten.